Yo, wat up mensen, Harry Stein met weer een nieuwe commentaar voor jullie. En ja, het is weer FIFA 13, my player, my career, my pro. En ja, ik speel nog steeds bij Paris Saint-Germain in Frankrijk. Ik ben nog steeds super, super tevreden met deze transfer. Want ja, eindelijk sta ik hier in de basis bij een team wat me echt nodig heeft. Ik ben hier gewoon de ster. Ja, naast natuurlijk een Zlatan en een Lavezzi. Maar ik ben niet meer zoals bij Barcelona een wisselspeler op de bank wie in het B-elftal speelt. Dus ik heb een goed elftal om me heen. Je ziet hier een mooi doel van Zlatan. En ik ben gewoon super tevreden met deze transfer. We gaan zo meteen beginnen de eerste wedstrijd vandaag. Paris Saint-Germain tegen Bordeaux. En ja, ik kan zeggen, het wordt een spannende wedstrijd. Gebeuren voor mij niet zoveel dingen. Maar in ieder geval, zometeen ga je iets spannends zien. Want ik weet niet wat er gebeurd is, wie het gedaan heeft of hoe het gebeurt in ieder geval. Maar ik heb deze wedstrijd rood haar. Ik weet niet hoe het gekomen is, maar ik heb gewoon rood haar. Ik ben een ginger deze wedstrijd. En hier zie je de competitie duel. We staan bovenaan Paris Saint-Germain. Eerste plaats met 57 punten. 6 punten boven Montpellier. Dat betekent dat de vorige keer wij gewonnen hebben. En zij verloren. Maar de eerste kans hier van Bordeaux. Jussie geeft hem hier op 17. Zet hier. Sirigu met de redding. En Gouffren maakt hem wel af hier voor Bordeaux. In de 12e minuut staat 1-0 achter hier. En per Paris Saint-Germain leidt hij dus een tegendoelpunt. 1-0 achter tegen Bordeaux. Dankzij een doelpunt van Gouffren. Je ziet zo meteen de herhaling. Het was een mooie actie hier van Bordeaux. Maar niet uit wat je zegt. Hier de actie. Sertic geeft hem hier. Sirigu met een mooie redding. Maar Gouffren helemaal vrijgelaten. Slecht verdedigd. En 1-0 hier voor Paris Saint-Germain. Dan komt de volgende actie. Zie je natuurlijk weer Paris Saint-Germain. Pastore geeft hem hier mee op Ibrahimovic. Is klaar. Oh, de sokkel gaat er helaas niet in. Joh. Daar hoorde even iemand aankloppen. Mijn excuses. En dan komt de release. Die krijgt een bal op Ibrahimovic. Geeft hem op Pastore. Op release met de actie. Een schot. Oh, waarom zo zacht. En de voorzet. Slecht gedaan van mij en van Paris Saint-Germain. Dan komt de corner aan. Ziet release. Steekt zijn hand omhoog. Komt hij aan. Komt hij bij de release. Nee, komt hij bij de vrije keeper. Oh, van de lijn afgehaald. Release met de knal. De schot. Oh, in Landerau met de redding. En de Sissoko wordt hier gewoon keihard onderuit gehaald. Geen doelpunt voor Paris Saint-Germain. Nog steeds 1-0 achterstand tegen ons. Helaas, geen doelpunt. En dan gaan we er van de actie release hier met de actie. Hij moet schieten. Of pasen. Oh, waarom doe ik een kapbeweging? Er gebeurt helaas niks. Weer geen doelpunt voor Paris Saint-Germain. Er komt weer helaas niks uit. Een faal van iReleased Eye. We gaan dus de rust in hier, though. Je ziet het zo meteen. Die is met rood haar. Maar goed, de eerste helft. Ja, staan we 1-0 achter tegen Bordeaux. We kwamen niet veel uit bij ons. Maar uiteindelijk hier in de tweede helft zie je hier een corner. Komt hij aan. Corner voor hun. Er komt iets heel moois uit voor ons. Niet op de corner. Wetsy geeft hem hier op Botmer. Botmer geeft hem hier mee op Maxwell. Maxwell op release het langs. 1-1. Hij wordt ingehaald. Oh nee, geeft hij dan een voorzet? Natuurlijk hier op Lavezzi. En Lavezzi doet dat. Doet hij. Doelpunt! Het doelpunt hier van Paris Saint-Germain. Dankzij een mooie assist van Ayrton op Lavezzi. In de 52e minuut. Gelukkig een gelijkmaker. Maar ja, we gaan meteen weer verder. Want hier zie je de volgende actie. Dan is hij met kappen en draaien. Hij moet natuurlijk een schot hebben nu. En het kaartkanaal. En goed verdedigd hoor je door de toch? Ja, door. Bordeaux. Daarna weer een 7-7 met de kans hier weer voor de Iron Dista. Dan gaat hij weer langs. Lavezzi natuurlijk weer mee. Ik word weer ingehaald. Paris is heel snel. En doelpunt hier van Paris Saint-Germain. 2-1 in 80 minuten van Lavezzi. Hetzelfde als de vorige aanval. Iron Dista is langs en hij geeft nog een paas aan Lavezzi. Jullie zien trouwens hier in Frankrijk zijn de verdedigers tegen mij veel en veel sneller. Ik heb laatst een gesprek gehad trouwens met Donnie. Die zei van ja, deel. Ik zie heel veel doelpunten dat je iedereen versneld en veel sneller bent. Nou, in Frankrijk is het valt dus reuze tegen. Want hier speel ik gewoon tegen de. Ja, eigenlijk tegen alle eerste teams, niet tegen de wissels. Maar ja, er is natuurlijk geen wedstrijd voorbij. Er gaat natuurlijk geen wedstrijd voorbij. Zonder het doelpunt van Arie staat hier in 90 minuten eindelijk. Release heeft eindelijk een kans voor zelf. En oh, wat een redding van die keeper. Nog steeds geen doelpunt. Maar ja, geen wedstrijd gaat voorbij zonder een doelpunt van Arie staat. Dat kan gewoon niet. Want hier gaat de bal. Je zit over release. Release krijgt hem in zijn voeten en een krul. Bal erin. En het doelpunt hier van Ayrton Stein. 90 minuten. Nummer 19 van Paris Saint-Germain. Maakt hij dan eindelijk toch een doelpunt voor. Ja, voor Paris. En S. Eindelijk het doelpunt voor mij. Toch nog eventjes in de 90e minuut. Mooi afwerking van Sissoko. Release met een goede aanname. 1 tikkie. 2 tikkie. Hoppakee. Binnenkant paal. Doelpunt en 3-1 voor Paris Saint-Germain. Ja, je ziet hier al. Ik kan natuurlijk niet blijven spelen met rood haar. Ik heb mijn haar veranderd. En ik dacht, laten we een verhaal van maken. Release kan niet in één keer weer blond worden en zijn haar knippen. Dus hij dacht, weet je wat, we scheren het er helemaal vanaf. Hartstikke plat. En ik ben hartstikke kaal nu. Dus we gaan lekker spelen zo met een kaal koppie. En je ziet nog steeds 6 punten verschil. Dus ook Montpellier heeft gewonnen. Eerste avond zie je dan weer een dummy van Ayrton Stai. Overstapje en een kaderkanaal. En boom! En een doelpunt van Ayrton Stai. In de 37e minuut. En ja, de nummer 19 maakt toch weer een doel van Paris Saint-Germain. Hier een paasje. De dummy. Een kans en een schot meteen. Hoppakee. Eerste paal. Doelpunt. En 1-0 voor Paris Saint-Germain. En misschien gaat meteen door. Want ja, deze gaat ook snel achter elkaar door. 57e minuut. En hier krijgt hij de bal mee. En een schot naar de verre hoek. En een doelpunt. De 2-0 hier voor Paris Saint-Germain. In de 60e minuut. En de nummer 19 maakt hij dan het tweede doelpunt van vandaag. Ja, en de sliding op zijn knieën.
super blij natuurlijk dat hij 2 doelpunten kan maken in deze wedstrijd. En ja, laat ook eens zien aan Frankrijk, want hier ben ik ook gewoon super goed. En ja, mijn transfer, het maakt me gewoon nog steeds heel blij om hier te kunnen spelen in Frankrijk. En ja, ik laat gewoon zien dat ik hier ook topscorer wil worden. Ik wil Lavezzi inhalen. Op dit moment ben ik natuurlijk de nummer 2, maar ja, nog, ik wil binnenkort de nummer 1 zijn, dus ik doe mijn best. En hier de volgende actie in de 65e minuut, release is er langs. De voorzet hier, oh man, helemaal niks uit, een slechte voorzet van Ireland uit. Maar dan hier, counter in 73 minuten, release op snelheid. Hij is er langs, hij kan zelf schieten, hij kan alles doen wat hij zelf wil, alle ruimte, alle tijd maken. Hier de voorzet, slaat dan Ibrahimovic, maar ik heb toch een 3-0 van. En ja, in de 75 minuten een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic. Prachtig voorzet weer van Ireland Eye en een doelpunt van Zlatan. En ja, hij maakt wel heel kielig een eigen celebration. Maar ja, natuurlijk het voorbereidende werk was voor mij. En ja, weer een unlock van vrijgespeeld. En super mooi doelpunt hier van Zlatan Ibrahimovic. 3-0 voor Paris Saint-Germain. We gaan meteen door naar de laatste aanval van deze wedstrijd. In de 84 minuten, 85 minuten. Prachtig 1-2, zie Sokko in de meer release, release het langs. En een kleurtje om de keeper heen. Hoppakee, en dan weer een 4-0 voor Paris Saint-Germain. En in de 85e minuut weer een doelpunt van Ayrie Stuy. 3 doelpunten in deze wedstrijd. En ja, de nummer 19 laat toch echt zien dat hij supergoed is. En dat hij echt in de baas hoort bij Paris Saint-Germain. Dus hier de 1-2, prachtig. Zie Sokko in de meer release. En release speelt hem om de keeper heen, onder in de hoek. En ja, de 90 is voorbij. Je ziet hier zometeen ja, de 4-0 voorsprong natuurlijk. En het einde van de wedstrijd is nabij. En hier hoor je de afluitsignaal van de scheidsrechter. En dan is het afgelopen voor deze episode. Je ziet hier natuurlijk weer 3 doelpunten voor Ayrie Stuy. Kale koppie, het ziet er niet uit. Maar ja, gelukkig ben ik niet kaal aan het ergens. Het maakt niet uit. In ieder geval mensen, dankjewel voor het kijken. Hoop dat volgende keer. Vind je het leuk, geef dan een groen duimpje. Vind je het niet leuk, geef dan alsnog een groen duimpje. Maar dan mag de mensen, dankjewel voor het kijken. En tot ziens!